Over de jeugd van tegenwoordig zijn heel wat meningen. Dat ze geen respect hebben voor ouderen of een verschrikkelijke kledingstijl hebben en dat ze helemaal niet bezig zijn met politiek. Over hun respect en kledingstijl ga ik het niet hebben. Wel over hun politiek engagement. Want dat zit toch niet zo scheef als sommigen denken. Waarom zijn jongeren niet politiek geëngageerd? Vanuit het Vlaams Parlement. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Waarom zijn jongeren niet politiek geëngageerd? Daar gaan we het vandaag eens over hebben. Eerst en vooral heb ik een vraag voor jullie. Wie was er op 14-jarige leeftijd al bezig met politiek? En als dat zo was, mag je even je hand opsteken. Ik zie niet veel handen. En dat had ik eigenlijk wel een beetje verwacht. Maar misschien was het beter geweest als ik jullie eerst had uitgelegd wat wij in de politieke wetenschappen verstaan onder politiek engagement of politieke participatie. Nu, politiek engagement of politieke participatie zetten we meestal af tegen maatschappelijke participatie of maatschappelijk engagement. En onder maatschappelijk engagement beter verstaan we anderen helpen, vrijwilligerswerk doen, geld geven aan goede doelen, bijvoorbeeld aan het Rode Kruis. Nu, politieke participatie is een andere manier van participeren, want dat richt zich echt op de politiek, op het politiek systeem en op haar instellingen en de vertegenwoordigers daarvan. We onderscheiden normaal gezien in de politicologie twee vormen van politieke participatie. Conventionele politieke participatie. En dat is waarschijnlijk waaraan jullie dachten toen ik het daarnet vroeg. Dat is gaan stemmen, politici contacteren of echt actief mee campagne voeren. Een tweede vorm van politieke participatie, daaraan dachten jullie misschien minder, is niet-conventionele participatie. En daaronder verstaan we bijvoorbeeld het tekenen van een petitie omdat je het niet eens bent met de huidige coronamaatregelen of actie voeren omdat je het niet eens bent met het klimaatbeleid van de regering. Denk ook aan alles wat er gebeurd is rond Youth for Climate of Black Lives Matter. Dat past eigenlijk perfect in niet-conventionele participatie. Maar ook producten kopen, Fairtrade-producten kopen bijvoorbeeld, om te laten zien dat je voor eerlijke handel bent. Of producten niet kopen, het bewust niet kopen van kleding die door kinderen werd gemaakt. Nu jullie weten wat politieke participatie of politiek engagement is, vragen jullie je misschien af, ja, maar waarom bekijken jullie dat eigenlijk bij jongeren? Want ja, een deel van dat conventionele, ja, dat doen jonge mensen toch niet? Of dat kunnen ze zelfs niet doen, dat gaan stemmen? Wel, daar zijn twee goede redenen voor. En een eerste reden, en dat is een beetje een open deur intrappen, is omdat jonge mensen natuurlijk de burgers van morgen zijn. En stel nu dat we daar geen aandacht aan besteden en met de volgende gemeenteraadsverkiezingen wordt de opkomstplicht afgeschaft en de 18-jarigen beslissen massaal om niet meer te gaan stemmen, ja, dan zit de democratie misschien wel met een probleem. Een tweede reden is, en dat weten mindere mensen, dat politiek gedrag en dus ook politieke participatie zich eigenlijk ontwikkelt in de adolescentie. Dus tussen 14 en 25 jaar. En eigenlijk vooral in die jaren dat jongeren minderjarig zijn. Dus als we weten dat het zich dan ontwikkelt, is het een beetje raar om alleen maar naar politiek gedrag of politieke participatie te kijken bij volwassenen. Vandaar dat we ons ook focussen op jongeren, ook in ons onderzoek. Maar nu, hoe onderzoeken wij dit? Jullie kunnen misschien denken van ah, die wetenschappers die zitten daar in hun ivoren toren en kijken zo eens een beetje hoe die jongeren spelen in hun speeltuin en schrijven daar een rapport over. Maar zo doen wij dat meestal niet. Ons onderzoek gebeurt meestal aan de hand van vragenlijsten. En zo zijn wij in 2016 ongeveer 3000 jonge mensen gaan bevragen, jonge mensen, meer precies 14-jarigen, in Vlaanderen over hun politiek gedrag, over hun politiek engagement. En we hebben dat niet alleen in Vlaanderen gedaan, maar ook in een twintigtal andere landen. En zo kunnen we eigenlijk dat politiek gedrag, dat politiek engagement van de jongeren in Vlaanderen afzetten tegen dat van hun internationale leeftijdsgenoten. En hoe hebben we dat nu exact bevraagd? We hebben een reeks vragen gesteld die
hen bevraagt naar hun toekomstig politiek engagement. Bijvoorbeeld, wanneer je volwassen bent, zou je dan gaan stemmen voor het federaal parlement, zou je gaan stemmen voor de gemeenteraad en zou je daar ook informatie over opzoeken, zodat je heel bewust die stem uitbrengt. En dat zien jullie terug in de eerste kolom. We hebben jonge mensen ook vragen gesteld over hun lidmaatschap van politieke partijen, maar ook het lidmaatschap van de vakbonden. En of ze ook actief een politicus zouden helpen bij het organiseren van een campagne. En die resultaten zie je in de tweede kolom. Nu, om ook meer naar die niet-conventionele politieke participatie te peilen, hebben we hen ook vragen gesteld over hun participatie op school. En we hebben daar gevraagd van, ja, kijk, hebben jullie je al eens gegroepeerd als leerlingen voor bijvoorbeeld de school meer milieuvriendelijk te maken? Of hebben jullie al eens gestemd voor een leerlingenraad? Die vragen zien jullie terug in de laatste kolom. Nu, wat je hier meteen uitmerkt, is dat Vlaanderen hier heel laag scoort. Zowel voor participatie tijdens verkiezingen, als ook die politieke participatie in die politieke partijen, vakbonden, als ook die participatie op school. Die drie indicatoren zijn zeer laag. En we spelen daar zo'n beetje haasje over met Estland en Nederland, zoals je ziet. Nu, waarom scoren Vlaamse jongeren zo laag? De eerste reden is omdat we er gewoon met z'n allen te weinig mee bezig zijn. Want een jong persoon die groeit niet op in een vacuüm. Er staan bepaalde actoren rond hem die een heel belangrijke rol spelen in zijn leven. En in de politieke wetenschappen noemen we dat politieke socialisatieagenten. Een voorbeeld van die politieke socialisatieagenten zijn de ouders, hun vrienden, leeftijdsgenoten dus, verenigingen, een school is een hele belangrijke, en dan tot slot ook nog politici. Dus die jonge persoon die ontwikkelt of die moet dat politiek gedrag helemaal niet alleen ontwikkelen, die moet daar eigenlijk hulp voor krijgen. En we merken dat die hulp in Vlaanderen dat wel wat beter kan. Eerst en vooral zijn er de ouders die een heel groot verschil kunnen maken. Ik denk dat heel veel van jullie, zeker de mensen met kinderen, 's ochtends de krant lezen of op de achtergrond de radio opzetten waar het nieuws op staat. En op die manier dan al een gesprek beginnen met uw zoon of dochter over politiek en ook over die meer gevoelige thema's in de politiek, helpt al en kan je zoon of dochter al helpen om later meer te gaan politiek participeren. Ook de vrienden zijn heel belangrijk in dit verhaal. Bijvoorbeeld spreken met elkaar over de huidige coronamaatregelen zou zeker kunnen leiden tot politiek engagement om daarvoor bijvoorbeeld op straat te komen. Nu, niet alleen de ouders en vrienden zijn belangrijk, ook het verenigingsleven. De zomerkampen die vorig jaar georganiseerd werden, daar zijn duidelijke afspraken moeten gemaakt worden om die heel coronaproef te laten doorgaan. Maar je kan je al voorstellen dat dat vooral gebeurde tussen de hoofdleiding en de schepen van jeugd. Jonge mensen, minderjarigen, kwamen daar vaak niet aan te pas. Nu, door daar echt op in te zetten en door jonge mensen ook meer te betrekken in die gesprekken, zullen zij die regels waarschijnlijk ook veel beter begrijpen en zullen zij ook veel meer zien hoe dat die politiek net werkt. Dus je geeft dan al extra kapstokken mee. Nu, niet alleen de verenigingen, ook de school speelt een grote rol. En in Vlaanderen kan de school nog wel veel meer doen op dat vlak. En een goed voorbeeld daarvan zie ik vaak bij mijn kinderen. Mijn zoon kwam op een avond thuis en hij was eigenlijk helemaal van streek. En we zijn een gesprek begonnen over waarom hij van streek was. En hij was van streek omdat hij gezien had dat er in de VS een zwarte man was vermoord door een politieagent. En hij had zoiets van, ja, maar mama, een politieagent is er toch om ons te beschermen en niet om iemand pijn te doen. En ik vond dat een ideale gelegenheid om, om daar dieper op in te gaan. En we zijn daar ook dieper op ingegaan en we hebben het ook over racisme gehad. Nu, racisme is een zeer moeilijk politiek thema. Maar eigenlijk zaten daar waarschijnlijk veel meer kindjes met schrik in de klas die dat hadden meegekregen op Karrewiet, want daar hadden ze naar gekeken, 's middags, maar die daar niet dat gesprek met hun ouders over gehad hebben. Nu, dat
zie ik zeker als een mogelijkheid om daar verder op in te zetten, die gesprekken op school. En dat daar gevoelens bij komen kijken bij dat politiek gedrag, is ook compleet normaal, want het is zo dat politiek gedrag zich verder ontwikkelt. Nu, tot slot zijn er ook de politici die een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld bij het heraanleggen van een straat waar dat eigenlijk kinderen 's ochtends en 's avonds passeren om naar school te gaan, wordt er zelden gedacht om bij een infovergadering kinderen of jonge mensen, minderjarigen, uit te nodigen. Er worden vaak volwassenen uitgenodigd die dan beginnen te klagen over de scheuren in de weg, maar veel minder over het fietspad. Dus ook het beleid kan jonge mensen activeren of zou dan meer kunnen. Nu, dat is de eerste reden waarom jonge mensen in Vlaanderen zo weinig participeren, omdat we eigenlijk al die actoren zijn er eigenlijk gewoon te weinig mee bezig en stimuleren ze nu te weinig. Een tweede reden is dat het eigenlijk wel goed gaat in onze democratie en dat jongeren zoiets hebben van wij moeten ons niet engageren, want die volwassenen regelen dat wel goed voor ons. En als dat niet zo zou zijn, als er echt iets zou zijn waar we het niet mee eens zijn, dan gaan wij wel reageren en gaan wij ons wel organiseren. Jongeren nemen dus op dat vlak een afwachtende houding aan. Nu, ik weet niet, als je nog terugdenkt aan de tabellen die ik heb laten zien, daar zag je dat de Latijns-Amerikaanse landen het heel goed deden. En mijn collega's zeggen dan altijd van in Latijns-Amerika zeggen we altijd van, hey, maar dat is toch normaal? Want ons systeem is veel corrupter. Er is veel meer sociale ongelijkheid. Dus jongeren hier moeten wel op straat komen voor hun eigen toekomst. Anders dan weten ze nu al dat er niet veel voor hen in zit. Dus op zich is dat wel een politieke interessante boodschap. Ook alles wat we gezien hebben rond de protesten van Youth for Climate past een beetje in dat plaatje. He, jonge mensen hebben zeer lang niet betoogd, zijn niet op straat gekomen. Maar op zich merkten ze plots van ja, dat klimaatprobleem gaat veel te groot zijn voor ons als wij het helemaal alleen moeten doen. En dan hebben ze die stap wel gezet en hebben ze wel actie ondernomen. Tot slot, waarom engageren jongeren zich in Vlaanderen niet politiek? We weten nu dat we daar allemaal een verantwoordelijkheid in hebben en dat we daar allemaal ons steentje aan kunnen bijdragen. Dus als jullie in de volgende weken een jong persoon met een jong persoon kunnen praten, of je bent zelf minderjarig en je kan een diepgaand gesprek hebben over democratie en ook over gevoelige politieke thema's, dan zou ik dat zeker doen. En dan merken wij in onze vervolgstudie misschien wel een klein Universiteit van Vlaanderen-effect.